Een kleine winkel met metersplaten. Dan heb je het over Stichting De Langspeelplaat in Den Bosch. Bij binnenkomst kun je de platen als het ware ruiken. De vrijwilligers van de stichting steken dan ook veel tijd in de winkel wegens hun liefde voor vinyl. In Amerika en in Groot-Brittannië is de verkoop in vinyl enorm toegenomen. Merken jullie dat hier ook? Dat kunnen we wel zo zeggen, want wij krijgen elke dag heel veel nieuwe mensen over de vloer. Veel studenten, jongens die van allerlei huizen afkomen. Een gedeelte van de jongelui die vindt het helemaal prachtig om weer het ouderwetse medium te gaan gebruiken. En er zijn jongeren bij die het gebruiken om te samplen, maar er zijn ook veel jongeren die het meegekregen hebben, weet je, via hun ouders die het weer mooi vinden om dat op vinyl te gaan zoeken. En die kunnen hier volop terecht. De liefde voor vinyl gaat verder dan alleen platen verkopen. De langspeelplaat heeft alle benodigdheden. In hoe ze reinigingsvloeistof, schoonmaakdoekjes, pukjes voor singeltjes. Kunnen ze gek niet verzinnen. En het wordt steeds meer accessoires die we erbij krijgen. En wij zijn dan een van de weinige plekken waar je dat hier in de regio kan kopen. En het zijn wel belangrijke bijproducten, omdat mensen graag hun plaat in goede staat willen bewaren. En de toekomst? Nou, de toekomst zien we in ieder geval positief in. Er wordt veel vinyl verkocht. En hoe meer vinyl dat we verkopen, hoe meer accessoires erbij komen. Maar ook de mensen willen de platencollectie onderhouden. En daarom willen we ook een service aan gaan bieden om dadelijk met een platenwasmachine platen van cliënten te kunnen reinigen.